Goedenavond allemaal. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Boetesfestival, de 15e alweer. We zijn blij dat je kijkt. Misschien kijk je voor het eerst, misschien heb je alle afleveringen al gezien. Nou, we zijn in ieder geval blij dat je nu afgestemd hebt om naar ons te kijken en naar ons te luisteren. Zometeen gaan we muziek maken. Dat is onder leiding van de band Night of Worship. Je mag lekker meezingen. Misschien mogen we in de kerk niet zingen. Maar thuis, zet je box aan, zet hem iets harder, zing volle bak mee. We gaan God eren, we gaan God prijzen, we gaan God danken. Als spreker is vanavond Gerdien in ons midden. Gerdien die hoopt iets te vertellen over het thema On Fire for Jesus. Nou, wat dat thema precies inhoudt, wat dat vuur is, wat de relatie met Jezus is, dat gaat ze zo meteen allemaal vertellen. Dus als je nieuwsgierig bent geworden, blijf kijken. We gaan nu naar de eerste twee liederen. Het eerste lied is Heer, u bent goed. En daarna zingen we Oh Happy Day. Yes. We gaan onszelf eraan herinneren over de liefde en de trouw van God. En dat zingen we het eerste nummer. En daarna gaan we hem prijzen. En dat is het tweede nummer. Dus zing lekker mee, doe lekker mee. Je kan gaan. Zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Door de wereld en in elke taal, door alle eeuwen, ik ben overal bij thuis. Zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Door alle eeuwen heen, tot overal bij thuis. Halleluja, halleluja, bij thuis. Halleluja, halleluja, wij prijzen u, wie u bent. U bent goed, voor altijd, voor altijd, bent u goed. U bent goed, voor altijd, bent u goed. U bent goed, voor altijd. Voor altijd bent u goed. U bent goed. Voor altijd bent u goed. Heer, u bent goed. Heer, u bent goed en u lief. Trouw zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Door de wereld en in
alle eeuwen, het klinkt overal. Wij prijzen u. Halleluja, halleluja, wij prijzen u. Om wie u bent. Hij is goed. Het volgende nummer is ook een lekker dansnummer, dus ga lekker staan en zing mee, dans mee en ja, voel je vrij. Je staat thuis dus. Rescue me, sing it out, Jesus is alive. We have to close the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Happy day, happy day, I'll never be the same. Endless joy, perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, 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 what a glorious day, what a glorious way. What a glorious day, what a glorious day. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be. Om Jezus te volgen.
Ik wil het vandaag hebben over on fire for Jesus, in vuur en vlam voor Jezus. En ik heb gelijk een vraag voor jullie. Hoe vol ben jij vandaag voor Jezus? Ik hoop natuurlijk heel veel, maar anders is het niet erg. Het kan altijd groeien. Ik wil bij jullie een stukje lezen uit de Bijbel. Uit Handelingen 2. Dat gaat over Pinksteren, dat ken je vast wel. Het gaat als volgt. Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek. Vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Hier werden alle gelovigen in vuur en vlam gezet, letterlijk. En wat er daarna gebeurde, als je iets verder leest aan het einde van dit hoofdstuk, staat dat de mensen gingen allemaal getuigen en meer dan 3000 mensen kwamen tot geloof in één dag. En ik geloof dat als God jou roept, dat God jou in vuur en vlam wil zetten en dat je ook gaat getuigen. Je mag getuigen zijn aan je vrienden, je collega's, iedereen. Maar ja, hoe doe je dat? Het eerste is denk ik gewoon durven, gewoon uitstappen. En dat doe je gewoon heel simpel. Je mag gewoon iets vertellen over wat jou raakt in Jezus, waarom jij gelooft. En dat vuur, ik was vorig jaar ook al mee met het ontmoetingsfestival en toen was er ook 's avonds een heel groot vuur. En als je een vuur hebt, ja, een vuur dat staat ook voor reinigen. En het vuur dat haalt ook ja, alle ongewenste elementen, dat brandt het weg. En God, als jij geroepen wordt om God te volgen, wil God ook dat jij je zonde wegdoet. Dat jij je zonde uitbandt. Maar ja, hoe houd je nou je vuur brandende? Het eerste wat je moet doen is je op God richten, met God bezig zijn. Maak God deel van je leven. Probeer ook te bidden. De Heilige Geest, bid om de Heilige Geest, dat de Heilige Geest je hart wil openen. Je mag bidden voor wijsheid. En als je stille tijd houdt, probeer ook te focussen. Lees niet zomaar iets uit de Bijbel, omdat het moet. Want dat is religie en daar heeft God niks aan. God wil dat jij hem gaat zoeken. Dus probeer iets te lezen en echt Gods wil te zoeken. Wat betekent dit voor jou? Wat kan helpen is als je iets wil groeien, bijvoorbeeld je wil iets groeien in de vruchten van de geest, bijvoorbeeld dankbaarheid, schrijf het op je hand, zodat je het elke dag kan zien, zodat je elke keer kan zien, oh ja, dankbaarheid, ik ben vandaag dankbaar. Elke minuut, elke keer als je het ziet, kun je ergens dankbaar voor zijn. Wat ook helpt, is een buddy. In de ontmoeting hebben we ook een buddy project. En een buddy kan jou helpen. Als jij moeilijk hebt, kan een buddy voor je bidden. Je kan samen bidden, iemand kan je bemoedigen. Maar jij kan natuurlijk ook iemand anders gaan bemoedigen. En wat je ook kan proberen is je leven in Gods hand te laten leggen. Je moet je overgeven aan God, zodat God in jou kan werken en door jou kan werken. Dit kan je dus doen door uit je comfortzone te gaan. Zoals ik hier sta, het staan, dat is niet per se wat ik altijd zomaar zou doen. Maar ik vind het wel heel mooi om dit jullie te vertellen. En je kan het eigenlijk zien als autorijden. Ik weet niet of jullie al kunnen autorijden. Als jij gaat geloven, ga je in de auto zitten. Maar als je in de auto gaat zitten en de auto heb je nog niet gestart, kun je sturen wat je wil, maar je gaat nergens heen. Maar God, als je tot geloof komt, zet hij de sleutel om. Draait hij de sleutel om, de motor start. God zet jou in vuur en vlam. Wat je dan moet doen, is natuurlijk af en toe bijtanken, want anders stopt de auto. Dat bijtanken kun je natuurlijk doen in de Bijbel, in het woord van God. En je moet ook natuurlijk een route kiezen. In die route, daar kun je navigatie voor gebruiken. Wat is nou de weg die God wil dat je gaat leiden? Om dat te zien, dat kun je zien hier in de Bijbel. De Bijbel moet voor jou de richtlijn zijn hoe je kan leven. Die kant mag je opgaan. En ik hoop echt van harte dat jij dat wil gaan doen. Dat jij je leven in vuur en vlam wil zetten voor Jezus. Ik wil graag met jullie bidden. Lieve Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel
voor de boodschap die wij anderen mogen meegeven. Een boodschap van hoop, liefde en genade die ons heeft gegeven. Heilige Geest, ik wil u vragen om in ons hart te komen, om ons hart in vuur en vlam, on fire te zetten voor u, zodat we u kunnen volgen. Bidt u ook voor iedereen die het nog moeilijk vindt om zich helemaal open te stellen. En wilt u ook onze auto in beweging zetten, zodat wij andere mensen mogen bemoedigen. Wilt u ons zegenen op de weg die wij mogen gaan als we u willen volgen. Wilt u met ons zijn aankomende week en wilt u ons helpen als wij ook spannende dingen mogen doen zoals getuigen van u. In Jezus' naam. Amen. Een vrucht van de Geest is dankbaarheid. En dat zing ik ook in het volgende nummer. Dank u voor deze nieuwe dag die ik van u ontvangen mag. De vreugde van u is mijn kracht. Ik wil je uitnodigen om mee te zingen. Zijn vreugde is onze kracht. En dat is eindeloos. En dat zingen we het volgende nummer. Zing maar mee. Sprak uw genade uit voor mij. De
is nooit gezien en nooit gehoord, door niemand heeft beseft. Hoe prachtig en hoe liefdevol u bent. Prachtige God die ik zing, prachtige God die ik aanbied, prachtige God die ik ben. En ieder kan uw machtig werk nu zien. De grootheid van uw majesteit, maakt dat mijn hart weer zingt. Hoe krachtig en hoe weergaloos u bent. Prachtige God die ik zie, prachtige God die ik daar. Prachtige God die ik zie, prachtige God die ik aanbid, prachtige God die ik heb in. Nu leert mij opnieuw uw wonderen zien, uw liefde veroverde mij. Want niets op de wereld is ooit zo mooi als u. Liet mij opnieuw uw wonderen zien, uw liefde veroverde mij. Want niets op de wereld is ooit zo mooi als u. Prachtige God die ik zie, prachtige God die ik aanbied, prachtige God die ik heb u. Prachtige God die ik aanbied, prachtige God die ik heb hier. Ik zing voor u, ik zing voor u, ik zing voor u, prachtige God, ik zing. Prachtige God, prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbied. Prachtige God, ik heb u. Prachtige God, ik zing. Prachtige God, ik aanbied. Prachtige God. En zo zijn we alweer aan het einde van de aflevering. Tijd gaat altijd snel als het leuk is. We danken je voor het kijken. We hopen dat je volgende week weer komt kijken. Iedere donderdagavond om 8 uur komt een aflevering online. Ook dank aan de band. Dank aan Gerdien wat je met ons wilde delen. Nou, je hebt ook een aantal praktische tips gehoord over ja, hoe hou je dat vuur nu brandende. Nou, mocht je daar vragen over hebben, ga erover in gesprek met je vrienden. Heb het er met elkaar over. Ga naar je ouders. Misschien dat zij jou daarin ook kunnen helpen. Nou, mocht je met ons in contact willen komen, dan kun je ons vinden op de sociale media. Via Ontmoetingsfestival. Nou, we zijn sowieso benieuwd naar hoe je de aflevering hebt ervaren. Wil je misschien een bepaald thema de volgende keer horen of bepaalde nummers? Laat het ons weten. Ten slotte, ja, we willen graag nog heel veel van dit soort afleveringen maken.
Nou, we hebben heel veel vrijwilligers bereid die dat willen doen. We hebben materiaal, maar er zit ook een kostenplaatje aan vast. Dus mocht je een kleine bijdrage willen doen, zometeen komt er een filmpje. Kun je op een hele eenvoudige manier een kleine bijdrage leveren. En dat krijg je zometeen te zien. Dat wordt allemaal uitgelegd. Voor deze keer bedankt voor het kijken en tot volgende week donderdag.